Ik schat in dat als stel dat dit allemaal tekst zou zijn, allemaal quotes van mensen, dan denk ik dat je ongeveer dit zou kunnen verfilmen. Ja, dat is ook onverfilmbaar in feite. Onverfilmbaar, dus, maar het wordt verfilmd. Ja. Ja, ik snap dat ook. Klinkt niet als een rare knoop. Ja, maar ik ga niet over die knoop, gelukkig. En je hoort ook heel vaak zeggen, het boek was beter. Dus ik heb mezelf wijsgemaakt dat een slechte tot middelmatige film is niet eens zo heel erg erg. En een hele goede film is ook prima. Maar een film die net zo goed is als One Flew Over the Cuckoo's Nest bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Er zijn heel weinig mensen die weten dat het een boek van Ken Casey is. Ja. Die denken dus het kan wel. Je kunt wel goed verfilmen. Ja, maar dat is helemaal niet de bedoeling voor de schrijver. Ken Casey heeft er verder geen barst. Je kunt ook zeggen, want of Gone with the Wind is ook een boek, hè? Maar ja, oké. Okay. Maar je kunt ook zeggen, ik weet niet of dat zo van Tommy Wieringa met Joe Speedboat. Ja, dat ik elke keer lees in de krant van dat het Tommy niet doorgaat, omdat hij niet tevreden. Je kunt ook zeggen, ik wil het niet of ik wil niet dat het gebeurt. Nee, hoor, vind je ook weer onzin? Ja, nou ja, onzin. Die film is natuurlijk nooit mijn boek. En andersom ook niet. Dus het kan niet misgaan eigenlijk. Dus je zit achterover en je denkt, nou, is mislukt en is mislukt. Vind je ook niet erg? Nee. Vind ik niet erg. Straalt toch af op je boek? Wel erg voor die mensen. Erg voor het boek ook misschien? Nee, natuurlijk niet. Het boek wordt toch niet anders van een mislukte film, of wel? Of wel? Dat kan ik niet inschatten. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, nou, als het een goede verfilming is, kunnen mensen denken, ik koop dat boek. Oh. Maar nu hebben we het echt over de commercie. Is dat nog van belang? Ik denk dat er in Nederland nooit meer iemand is die dat boek gaat kopen. Want ja, dit was het wel. Het is verzadigd volgens mij. Oké. Nee, maar dat ten eerste. Ja. Maar er is ook een hoorspel van gemaakt. En dat is volgens mij heel goed gedaan. Maar ik heb daar niet naar geluisterd. S'nachts? Ja, en dat vertelde ik aan die mevrouw die dat heeft verhoorspeld. Ja. En die had daar een hele mooie metafoor voor. Ze zei, ja, dat snap ik wel dat jij daar niet naar gaat zitten luisteren. Want het is alsof je een nat badpak aantrekt. Dat vond ik een hele goeie. Dus ik ken het allemaal. Wat zie je in die opmerking? Wat hoor je in die opmerking? Ja, dat vind ik een mooie metafoor. Want het aantrekken van een nat badpak is verschrikkelijk. Ja. En koud en klef en pas net niet en het wringt en zo. Ja. En dat is natuurlijk, ik heb dat, als je hier een lidwoord uithaalt, dan ben ik al boos. Ja. Dan mis ik dat lidwoord. Laat staan dat je het helemaal verknipt en verplakt en daar acteurs. Ja. Dus voor mij is die film sowieso niet bedoeld. Dus ik moet me daar überhaupt niet mee bemoeien volgens mij. Okay. En dan maar hopen dat mensen het niet zo'n goede film vinden dat ze mijn boek vergeten. Dat is het ergste wat je kan. Ja, dat is het enige. Ja, dat is duidelijk. Voor de rest zijn er geen risico's. Ja.